Ik ben Tamara van San. Ik ben uit België. Ik ben geboren in Antwerpen. Momenteel leef ik in Brussel. Oh ja, er interesseerde mij eigenlijk niks. Of ik deed ook mijn best eenmaal niet op school. En ik had slechte punten. En dus, slechte punten voor talen, slechte punten voor wiskunde, slechte punten voor informatica, voor alles. Behalve voor, ja nee, ik weet niet, waarschijnlijk voor tekenen had ik ook slechte punten. En dan ben ik kunstonderwijs gaan volgen. Ik maak sculpturen en ik probeer voor dingen te maken die daar niet figuratief zijn en niet abstract. En misschien ook niet organisch. Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. En als ik, als dat zou lukken, dan kun je op pensioen gaan, hè? Zie. Maar dus mijn laatste werken in keramiek, die gaan rond dat idee. En enfin, dat idee geldt eigenlijk voor al mijn werk, niet alleen voor die keramiekje. Dat er een inhoud komt uit de vorm. En dan is de bedoeling dat je er heel lang naar kijkt en dat je altijd iets nieuws inziet. Of aan iets nieuws denkt. Dus dat werkt dan eigenlijk een beetje, de sculptuur of de vorm, de steen, dat werkt dan een beetje als een boek. Zie. Dus ik geef die dingen wel titels nog. Maar dus daardoor kun je dan. Maar dat is voor het moeilijk te maken eigenlijk. Dan. Want dan krijgt dat een betekenis door die titel. Maar dan moet je eigenlijk heel hard je best doen voor er nog iets anders in te zien of voor er niks in te zien, zie. Elke sculptuur bij mij, die zou 1000 verschillende titels kunnen krijgen in feite. Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. Dat kan even hoe. Snap je, elk werk kan keiveel titels hebben. Ik probeer soms voor zo de mensen beter te laten kijken. Je zou zo kunnen zeggen dat je dat doet voor degenen die dat blind zijn. Bijna. Dat is een ander insteek. Ja. Weten waar je eigenlijk doet. Ja, eigenlijk denk ik gewoon aan het. Hoe zeg je dat? Ja, wat je doet, dat is gewoon iets voor zo te overleven, hè? Oh, dat kan. Maar ik hou niet van dat woord kunstenaars, trouwens ook niet. Dat een vies woord. Ja, dat vind je een vies woord. Als je aan mij vraagt van, stel je voor, dan ga ik niet zeggen, ik ben kunstenaar. Ik zeg, ik maak sculpturen. Of dingen. Dat is nog gemakkelijker. Dat is anders, nee. Dat is minder autoritair. Er zijn hier heel veel zo losliggende stenen en zo die dat. En ook dat sommige dingen lijken zo'n beetje op zo'n Chinees landschapstuintje. Dus oftewel zou ik starten van zo'n grote steen om dan naar omhoog te gaan, maar ik weet nog niet in welk materiaal. En dan zo'n soort niet abstract, niet figuratieve ding te maken. Of anders een soort van. Er hangen hier heel veel vogelhuisjes, heb ik gezien. Iets doen met die vogelhuisjes, maar die dan zo op een andere manier samenbrengen in een compositie. En dan dat dat een soort van alfabet of zo wordt. Of dat dat ook niet meer echt vogelhuisjes zijn. Of ja, fijn dat dat ook iets anders wordt. Ik weet het nog niet. Het gaat een verrassing worden.